Ik ben Rob de Rijke, ik ben 53 jaar en ik heb nu 7 maanden heb ik een stoma. De eendelige die gebruik ik voornamelijk als ik thuis ben. En als ik moet werken of moet klussen, dan heb ik een tweedelige. En op dit moment heb ik een nieuwe hobby, dat is dan mijn foyer. Ik ben een klein hokje begonnen en nu heb ik een grote foyer. Ja, dat vind ik heel leuk om te doen. Ja, om te klussen. En als het even kan, dan ga ik naar het voetbal kijken, ja, samen met mijn zoon. De stomazakjes hebben toch wel een probleem, dat je gas hebt. Op een gegeven moment zat ik bij het voetbalveld en als je een lege maag hebt, dat geluid hoor je dan. Dus als ik een windje maak, dan hoor je dat in die zak. Ja, en dat is heel vervelend. Het voordeel is nu met de nieuwe zak, die dempt het geluid. Ja, dat is gewoon, dat is minder. Wat ik vroeger deed met mijn werk en met mijn sport, en, ja, dat kan ik in principe nu met mijn stoma ook. Ik kan eigenlijk alles doen met mijn stoma. Ook het fietsen, lekker buiten en ja, dat is heerlijk.